Hallo en welkom bij Boekblik, met drie boeken die snel zullen verschijnen, twee festivals, één boekverfilming en een video met bloopers. Zo verschijnt in oktober Patricia van Peter Terrin, een schrijver die eigenlijk nog geen slecht boek heeft weten te produceren, maar die het de lezer en zeker ook zijn personages niet altijd even makkelijk maakt. In Patricia is het de succesvolle eventmanager Astrid voor wie het allemaal even te veel wordt. Ze besluit voor zichzelf te kiezen en er vandoor te gaan, haar 5-jarige zoontje achterlatend. Maar de euforie slaat snel om in paniek. Ze gaat terug, ziet dat haar man inmiddels is thuisgekomen en hoe gaat ze hem uitleggen dat ze hun zoontje alleen heeft gelaten. Ook verschijnt deze maand de Nederlandse vertaling van Berta Isla van een van de meest succesvolle hedendaagse Spaanse schrijvers, Gabriel Marias. Een liefdesverhaal in de jaren 60 van Madrid dat zich via Engeland ontpopt tot een spionageroman waarbij het huwelijk van de twee geliefdes onder druk komt te staan. Over hoe keuzes uit het verleden doorwerken. De Belgische journalist en presentator Jerome Colin presenteert deze maand zijn vanuit het Frans vertaalde roman Le Champ de Bataille onder de titel Het Slagveld. Het is een coming-of-age verhaal over de 15-jarige Paul uit Brussel die zich losmaakt van zijn ouders. Het gezin is een slagveld, maar ook daarbuiten met terroristische aanslagen en burgers die bang zijn over de rol die familieliefde kan spelen. In de bioscoop kun je deze maand onder andere terecht voor de boekverfilming van Raphaël van Christine Otte. Het waargebeurde liefdesverhaal tussen een Brabantse kapster Winnie en de Tunesische Nizar. Ze gaan in Tunesië wonen, Winnie wordt zwanger, gaat voor de bevalling naar Nederland, waarna de Jasmijnrevolutie in Tunesië rampzalige gevolgen heeft voor deze prille liefde. In de Amsterdamse Tolhuistuin kun je van 11 tot en met 13 oktober terecht voor het Read My World Festival. Op dit festival staat de literatuur uit Turkije centraal. Met talkshows, een boekenmarkt, een literaire wandeling, discussies over het vrije woord, maar ook over populaire Turkse soapseries. In hetzelfde weekend kun je ook terecht bij het Geen Daden Maar Woorden Festival, uiteraard in Rotterdam. Een avondvullend festival vol jong talent dat optreedt op verschillende locaties in de stad. Spoken word, muziek, interviews, literatuur en natuurlijk veel woorden. En een afterparty. Welkom bij een nieuwe aflevering van Lachen om Home Video's van Schrijvers. Gezellig dat je weer kijkt. Lekker lachen om bloopers, versprekingen en ongemakkelijke situaties van onze literaire helden. Het is natuurlijk gênant als je een schrijffout maakt. Zoals Peter Terrin, die hier niet meer lijkt te weten of het stokje van de P nu omhoog of omlaag moet. Ook dichters doen wel eens domme dingen, zoals Maud van Howard, die hier een zwaarwegende punt zet op de plek waar een lichtvoetige komma had moeten staan. Dat is natuurlijk even bijkomen. Uwe Leerling op Vijver heeft slechts een opschrijfboekje nodig. Alhoewel, het lijkt er toch sterk op dat hij dit boekje vooral gebruikt voor het opschrijven van telefoonnummers van dames en originele openingszinnen. Het stereotype van een schrijver is natuurlijk de solitaire denker die ongemakkelijk in de omgang is. Dan is het in het geval van Peter uitstelgedrag bewalder natuurlijk belangrijk om goede vrienden te hebben bij een slechte grap. Als jij er zit, kom je überhaupt wel eens in een snackbar? Vroeger kwam ik er heel vaak zelfs. Maar de laatste 45 jaar weinig meer. Nog meer ongemak. Leon de Winter, die op zoek is naar de camera en maar blijft staren naar de interviewer. Of Herman Koch, bij wie zijn interviewer er plotsklaps van doorgaat. Blijven zoeken, Herman. Charlotte Mutsaars heeft een meervoudige persoonlijkheid. En het is natuurlijk funest als zo'n alter ego een interview op stelte zet. Mijn beroep is schrijver en ik heet Maurice Maillot. Aangenaam. Maar ook als literaire interviewer kun je de fout ingaan, zoals Jeroen Vullings. Hij heeft hier een volledige blackout. En wat doe je dan? Dan stel je natuurlijk gewoon een onnodige metavraag. Welke vraag had ik moeten stellen eigenlijk aan je? Ja, dat is altijd.